een daverend applaus voor een wijf waar ik ontzettend hard naar opzie, Veerle Malscha! Nee, ik heb er wel een paar dingen die er toevallig spontaan zijn bijgekomen vandaag, ja, die niet op de dvd staan. Ja, sowieso, dat leeft. Ja. Als je dat doet, is het altijd toch een beetje anders. Maar op de dvd staat uiteraard veel meer nog dan wat ik vandaag heb gedaan. Nu heb ik daar, denk ik, een 20, 25 minuutjes uitgespeeld en dat is een uur en een half. Als ik raar doe, negeer dat. Hè? Niet helemaal serieus. Als ik zo bijvoorbeeld begin straks zo van... pak maar! Pak maar alles wat je wil! Ik zeg niet dat mannen oppervlakkig zijn, niet helemaal niet, maar jij toch zo dikwijls... Zo het clichébeeld is toch van, ze willen eigenlijk allemaal onder die rok, ze willen de goodies, ze willen... Het is maar één ding dat ze willen dan, cliché gezien. En ik had zoiets van, een vrouw weet gewoon... Er wordt ook altijd gezegd dat vrouwen geen humor hebben. Ik vind dat totaal echt niet waar. Alleen komen ze er blijkbaar niet zoveel mee naar buiten. Dus voor mij was dat ook iets van, er zit humor onder die rok, er zit kleur onder, er zit van alles in ons. En kracht en talent. En ik wil dat niet doen vanuit een gevecht van feministen en veel haar en tegen de mannen. Helemaal niet. Als vrouw, je denkt verder en je denkt, de kans dat ik nu zwanger word is wel groot. Want ik ben extreem vruchtbaar. Ja, ik heb dat gelezen in een wetenschappelijk tijdschrift, de Flair. Ja, nee, maar serieus. Nee, maar het schijnt dat vrouwen extreem aantrekkelijk zijn als ze een ijsprong hebben. Nu, als dat waar is, heb ik alle dagen een ijsprong. Deze show was zo gezegd, van, ik wil wel eigenlijk, ik heb die ijsprong, maar eigenlijk wil ik nog geen man en geen kinderen. En, dat werd ik in het echte leven echt compleet onverwacht zwanger. En dan, ja, deze show gaat voor een groot stuk over moeder zijn, over borstvoeding, maar niet op een melige manier. 9 maanden zwangerst. En ik hoopte. Dan zei hij dat mijn vagina zich ging openen, gelijk een ruimteschip. Pijn en geluidsjes. Ook niet zo, zeg ik. Nee, zo. En dat de baby zou komen uitgegleden langs de navelstreng. Ik ga trachten, we gaan trachten in ieder geval van een van de volgende shows terug te komen. Ja, we gaan zeker een beetje reclame erover maken aan onze vrienden en zo, dat ze ook een keer moeten komen kijken. Ik vond het zeer leuk. Ik heb hem al een paar keer gezien. Ik denk dat het nu de 4e of 5e keer is. En ik vond het zeer tof, zeer mooi in elkaar overvloeien. En het is gewoon altijd gezellig om naar te kijken. Ik vind het ongelooflijk ontwapend hoe zij op het podium staan. Een combinatie van kwetsbaar, uiteraard zeer grappig, vrouwelijk, chockerend. Charmant, schoonheid, daar kunnen we niet omheen. En veel naakt. Wat het als man dan ook wel weer leuk maakt. Ik vond het zeer geweldig. Ik vond ook Sippe, het voorprogramma, best in orde. Een wekker die je wakker pijpt, dat zouden ze moeten uitvinden. En dan een uur te vroeg zetten en snoezen maar. Dat raakt wel vol na een tijd. Schatje, de wekkerradio is vol. Boy, you know I will be right there by your side. Three more days. You all know I'll be coming home. Ja, zeker, zeker. Veel is een goede vriendin van mij en dus tof dat we elkaar kunnen steunen ook. We zijn ook beiden artiesten, dus we weten ook dat in België niet evident is ook. Maar ik vind Veel echt super grappig en ik ben super blij dat ik het voorprogramma mocht doen eigenlijk. Ja.